Husqvarna. Ja, inderdaad, Dakar 2015 was enorm lastig voor mij. De voorbereiding was in principe al slecht, al heb ik dat in principe eigenlijk tegen iedereen een beetje moeten liegen. Alleen, ja, het was gewoon een heel domper jaar. Het was gewoon niet zoals ik voor ogen had. En gelukkig had vorig jaar via Amal Advocaat al eigenlijk een keer gezegd dat we een keer moeten gaan praten voor Dakar en eventueel voor meer dingen. En toen had ik eigenlijk net mijn deal met de andere merk getekend. Dus gelukkig na 1 januari gelijk met Amal om tafel geweest. Ze doen er eigenlijk nu op een Husky. En ja, het bevalt super. We zijn ingegaan met Enduro's volgens mij. De eerste wedstrijd ging super goed. En daarna ben ik eigenlijk naar Griekenland vertrokken voor de eerste rally op de Husky. Ging super goed. Verder nog, volgens mij nog een keer naar Griekenland en nog een keer naar Marokko. En ja, het gaat geweldig. De Husky is heel goed, veel compacter. En het stuurt eigenlijk veel fijner. En ik ben heel blij met deze nieuwe deal tot nu toe. Hij kwam heel lastig van Dakar terug. Ik ben enorm uitgedroogd. Ik had een hele lage bloeddruk met een hele hoge hartslag toen ik daar lag in de woestijn. En heel warm. Sindsdien heb ik daar elke 3 dagen moeten melden voor een injectie, voor vocht. Hebben ze varieerd van op het begin 3 liter tot daarna nog 1 liter vocht elke 3 dagen ingediend. En toen ik terug was, was het nog niet helemaal goed. Alleen met behulp van de goede doktoren zijn we toch weer bovenop geraakt en we zijn weer topfit. Ja, het traject is sowieso heel veel trainen, heel veel meters maken. Niet zozeer met de rallymotor, omdat we die eigenlijk vers willen houden. Eigenlijk de wielen inrijden en vering erin en klaar. Voor de rest heel het enduro seizoen. Zondag doe ik als het goed is mee met mail als ik word uitgenodigd met de ONK. En ja, veel meters maken in het bos en ook op de crossbaan. Dus ja, daar ligt niet eigenlijk zoveel op pad te vinden zijn. Zie je natuurlijk de rallymotor neerzetten, gelijk het vol komt erop af. En ja, het grote voordeel vergeleken met de andere motoren die ik heb gehad. Vanaf de fabriek is die gelijk eigenlijk helemaal af. Je doet de vering wat aanpassen en misschien nog een uitlaat erop. En dat is het eigenlijk wel. Dus het mag wel kosten, alleen hij is helemaal super, helemaal af. En dat was met de andere motoren was het zeer zeker nog niet. Ja, zeker zie je een andere visie. En, kijk, het simpel is dat het moet gewoon gebeuren. Dat moest eigenlijk vorig jaar ook bij de eerste 15 finishen. En dat is niet gelukt. En ja, als ik nou weer zou uitvallen, dat zou echt gewoon not done zijn. En, dus ik moet sowieso finishen. En daarnaast wil ik gewoon bij de eerste 15 rijden. Dat is simpel zat. En ik doe er alles voor. Ik laat er alles voor. En de motor is goed. Dus met een heel klein beetje geluk. In ieder geval geen pech. Dan hoop ik dat ik ver kan komen.